Yo gasten, een hele goede dag allemaal en hier en vandaag weer een nieuwe Call of Duty. Jawel, het is back, maar niet volledig, maar eens in de zoveel tijd. Call of Duty, gewoon omdat het kan. En dan speel ik ook echt de Call of Duty die ik leuk vind. Niet per se de Call of Duty die nu gewild is, niet per se Call of Duty Ghost, want daar vind ik geen ene kut meer aan. Gewoon lekker Black Ops 2, gewoon de ouderwetse Call of Duty die het nog goed doet. Oh shit. Oh shit. We hebben een headshot. Holy shit. Oké. Let's do this. Even kijken hoor. Oh. Oh wow. Ik keek naar Bouncing Betty. En dan ga je dood. Want dat is Call of Duty. En Bazaar King. Die loopt naar mij. En die loopt mij helemaal te bekijken. En shit. En probeert me te knifen. En shit. Oh. Jij zit daar. Zijn er nog meer mensen? Jawel. Sokol. En zoals ik pas ook zei bij mijn Call of Duty commentary van pas. Het is echt weer wennen om Call of Duty te doen. Het is echt lastig. En deze dude die was mij aan het beschieten. Waar de fuck zit je? Oh, ik ga rennen. Ik ga rennen. Laat hem maar komen. Waar zit je? Oh, hey. Ik had een double kill. Zo doen we die shit. Achter me. En daar zo. En daar zo. Oh shit. Kiek. Kum. Gon. Uh oh. Nou, en dan komt er een shotgun in je gezicht, jongens. Nou, lek. Nou. Oh, jongens, ik kan het niet laten. Oh, wauw. Nee, weer die shotgun. Weer die shotgun. Oh, man. Wauw. Wat is het heerlijk om gewoon rustig Call of Duty te spelen en niet tryhardend Call of Duty te spelen. Wauw. Normaal gesproken deed ik dit echt iedere dag gewoon tryhard. Om, I don't know. Om gewoon eens een keertje een goede score te halen en zo. Oh, fuck. Oh, oh. Daar zit iemand. Oh, oh, daar zit ook iemand. Holy shit. En trouwens... Dat ik weer Call of Duty doe, betekent niet per se dat mijn series terugkomen. Zoals Super Sniper Zaterdag, Super Shotgun Zondag en Pistol Monday. Nee, dat betekent niet dat die terugkomen. Het is gewoon echt random. Ik bedoel, als ik een keertje op een zaterdag zoiets heb van... Yo, ik ga die shit uploaden, Super Sniper Zaterdag. Dan upload ik Super Sniper Zaterdag. Stel, ik heb op zondag eens een keertje zoiets van... Ik heb zin in Call of Duty. Dan kan het of gewoon een Call of Duty commentary zijn. Maar het kan ook ineens een Super Shotgun Zondag zijn. En stel ik op maandag zoiets van... Yo, ik heb zin om Call of Duty te uploaden. Dan kan het ook een gewone Call of Duty commentary zijn. Maar het kan ook gewoon een keertje weer Pistol Monday zijn. Maar dat ligt er echt aan. Dat verschilt per keer. En het is iedere keer gewoon echt random. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit, shit. Oh, oh, oh shit, shit. Waar de fuck komen ze vandaan voor mijn neus? Holy shit, daar had ik niet op gerekend. Nu ben ik fucking dood. Oké, waarom doe ik dat? Ik weet het echt niet, maar... Op de een of andere manier... Als ik tegenwoordig Call of Duty speel... Dan ga ik echt gewoon in de full retard modus gewoon. And I don't give a fuck. Fucking, wow. Ja, echt? Ja? Oh, jongens. Ik speel eens in de zoveel tijd fucking Call of Duty. En dan krijg je de Great Mosca tegen je. Met zijn fucking Remington. Kerel denkt dat hij echt alles is. En dat het echt gewoon na 2 jaar Call of Duty bijna. Of na 1,5 jaar Call of Duty Black Ops 2. Dat het gewoon nog cool is om met een fucking Remington te spelen. Wat een baas. Echt. Oh ja, de Great Mosca. Hij voelt zich waarschijnlijk echt geweldig omdat hij 15 om 7 gaat. En hij heeft zoiets van OMG. Ik ben de beste. Ik speel met de shotgun en ik maak iedereen kapot. Want dat is echt super dope om te doen en zo. Yo, ik ga in een hoekje zitten campen. Ik ben Venom Fusions. Oh, dat is echt zo random wat ik allemaal doe. Maar zoals ik zei, het is dus echt gewoon random als ik Call of Duty upload. Het hoeft echt niks seriegebonden te zijn. Het hoeft helemaal niks op een zaterdag te zijn onder het mom van Super Sniper Zaterdag. Het verschilt gewoon per keer. En dat boeit mij helemaal niks. Ik vind het gewoon dope om random te uploaden. En ik zie wel. Weet je? Ik zie wel. Het maakt helemaal niet uit wat ik upload, denk ik. Zolang het maar entertaining is.
En dan hoeft het niet per se Call of Duty te zijn. Dan kan het ook Minecraft zijn. Kan het ook Gmod zijn. Funny moments. Vind ik tegenwoordig echt lach om te doen. Gewoon die gekke funny moments. Je hebt de camper. Camper, camper. Ga eens dood. Oeh. Hij pakt dus de cap voor die er ook nog bij. Jongen, jongen. Maar ik denk dat het wel dope is. Al dat Gmod gedoe. En naast Gmod ook gewoon Minecraft. En allerlei minigames in Minecraft. En allerlei dat soort dingen. Gewoon dope. Omdat het kan. En het is gewoon random. En het is gewoon leuk. En het is gewoon lachen. Maar ik ben dus geen Call of Duty kanaal meer. Dat eventjes om het duidelijk te houden. Geen Call of Duty kanaal meer. Gewoon een random kanaal. Die gewoon random shit upload. Ook af en toe gewoon Call of Duty. Zoals zoveel kanalen. Die ook gewoon random eens een keertje wat uploaden. Lijkt mij super dope. Ik hoop dat jullie het ook super dope vinden. En hopelijk ga ik dit potje winnen. Oh nee. Nee, dat gaat niet lukken als ze daar met z'n drie man staat te campen. Kom op jongens, teammates, ga niet dood. Ja, dat is één kill. Kom op, maak nog een kill. Ah, we hebben verloren. Oké, 28-12. Dat vind ik helemaal niet erg voor eens in de zoveel tijd Call of Duty. Dat maakt me echt helemaal geen zier uit. 28-12. En natuurlijk heeft The Great Mosca de Fido Kill Game. Jongens, braf het kijken. Laat eventjes een duimpje omhoog achter als jullie ervan genoten hebben. En ik zeg, jongens, laat een reactie achter als jullie wat vaker Call of Duty willen zien. Braf het kijken. Tot de volgende keer. En nu is...